Dit is het stuur van de Bollensteek. We nemen de afslag Noordwijk. Dat doen we met Kokje van Puur Noordwijk en Roberta ter Hark van de VVD. Heren, van harte welkom. We blikken terug op de raadsvergadering van donderdagavond. Het grootste onderwerp daar was de situatie over de vluchtelingen, de opvang van de vluchtelingen. U had een motie klaar. Beide hadden jullie motie klaar samen met Lijs Salman Noordwijk over de vluchtelingen. Het voorstel wat voorlag van het college van BNW ging over een aantal onderzoeksvragen. En u heeft de eerste vragen allemaal geschrapt. Een enorme discussie was er. Laten we een keer van een andere kant de boel bekijken. U heeft de aanbieding gekregen van een hoteleigenaar in de Zuid dat een hotel gebruikt kan worden voor de opvang van vluchtelingen. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, klaar. Wat was uw reactie? Nou, dat is natuurlijk fijn dat mensen mee willen denken. Maar B, is het de opvang van vluchtelingen niet iets wat je zeg maar, van vandaag op morgen regelt? En waar je allerlei andere aspecten dan alleen maar het aanbieden van een bed, denk ik, in de gaten moet houden. Dat zei de burgemeester ook heel duidelijk. Een van de vragen van een van de raadsleden was van, goh, als we dit bij het COA, het landelijk orgaan, zeg maar, wat gaat over de opvang van de vluchtelingen, aanbieden, betekent dat dat morgen dat hotel dan vol zit? En de burgemeester zei daarop heel duidelijk, nee, dat is niet zo, want we moeten rekening houden met de plek. Veiligheid, nou ja, er komen allerlei andere aspecten bij kijken dan alleen maar het aanbieden van een bed. En dat betekent dus ook wel dat dat zeg maar, het probleem van de vluchtelingenopvang dus geen eenvoudig probleem is. Nee, maar de belangrijke eerste stap is het dan wel. Je hebt meteen huisvesting. Je hebt ook geen zeg maar, probleem dat Noordwijkse woningzoekenden denken van ze piepen opeens voor, ze mogen eerder, ze krijgen eerder woonruimte, want het is een hotel dat tijdelijk omgebouwd wordt. Is het dan geen serieuze mogelijkheid? Nou, ik wil eigenlijk nog een stapje terug gaan, want wij hebben het er natuurlijk in onze fractie uitvoerig over gehad, omdat het gewoon ook een immens probleem is. Gewoon niet alleen maar in onze gemeente, maar gewoon ook natuurlijk in Nederland, maar in heel Europa. En wij willen het op een gegeven moment proberen klein te maken in eerste instantie, omdat we ook kwaliteit willen leveren naar het COA toe. Wij willen in Noordwijk gewoon extra ruimte beschikbaar stellen, 17 extra plekken voor statushouders. En dat vinden wij op dit moment prioriteit 1. Als alle gemeenten zich daaraan houden, met ook die extra inspanning. Er is vandaag ook landelijk nog weer over gesproken door de staatssecretaris met de VNG. Dan komen er gewoon 10.000 plekken in één keer vrij. En dat kan op korte termijn worden gerealiseerd. En daar hebben wij ook met de VVD en Lijs Salman, hebben we gewoon een opdracht gegeven aan het college om dat zo snel mogelijk te gaan uitzoeken. Al die andere mogelijkheden, ja, dat is, vinden wij op dit moment gewoon niet prioriteit 1. Zo zitten wij erin. Ja, maar een aanbieding van zo'n hotel, dus daar kunnen die 17 zo snel mogelijk in? Nee, dat is niet per se de bedoeling. De opdracht aan het college is om uit te zoeken op welke manier die 17 statushouders het beste opgevangen kunnen worden. Waarbij jij terecht zegt, er is druk op de sociale woningbouw. En op dit moment is het zo dat statushouders eigenlijk voorrang krijgen op die sociale woningen. Nou, daarvan hebben wij gezegd, dat geniet niet onze voorkeur. Dus ga op zoek naar creatieve oplossingen, waardoor je die 17 mensen wel een plek kunt geven, maar de sociale woningbouw binnen Noordwijk niet verder onder druk komt te staan. Nee. Klein houden, maar er is nog steeds een verzoek om meer op te vangen dan alleen maar statushouders. Statushouders zou een hele goede start zijn, wordt ook landelijk gezegd. Maar vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, dat zijn een beetje de groepen. Statushouders zijn de mensen die weten al zeker dat ze mogen blijven. Asielzoekers die hebben al asiel aangevraagd in Nederland en vluchtelingen zijn mensen die op de vlucht zijn. Waarom dan klein blijven? Waarom niet met een warm hart, zoals steeds wordt gezegd, meer mensen opnemen? Ja, het klinkt heel sympathiek. En wij hebben er natuurlijk uiteraard over gedacht. Maar de expertise die nodig is, die noopt ons in ieder geval om erover te hebben dat we op dit moment nog niet zo die kant uit willen. Want als je ook ziet dat de landelijke richtgeving zo is dat er 300 tot 500 mensen tegelijk worden opgevangen in een bepaalde omgeving. Om dus de kennis te bundelen, maar ook voor de veiligheid te zorgen. Voor alles wat er omheen zit. Daar is bijvoorbeeld zo'n Christina-ruimte is wat ons betreft gewoon niet geschikt voor. Ik bedoel, dat gaat hem niet worden op eerste termijn. Maar u noemt 300 tot 500. Het landelijke nieuws is ook dat ze naar kleinere groepen willen. U heeft het over 17. Tussen 17 en 300 zit nog wel een heel veel. Wat zou dan wel mogelijk zijn? Want dat warme hart, daar wordt door iedereen en alles een beroep op gedaan. Wat zouden dan de mogelijkheden zijn? Of wilt u het bij de 17 houden, punt? Vooralsnog willen we het bij dit aantal houden. En dan moet er inderdaad misschien nog verder gekeken worden. Maar zover zijn wij nog niet. Is het 17 en daar zetten we een streep onder en meer niet? Dan kijk, hoe het zit met statushouders is dat je jaarlijks een kwotum opgelegd krijgt vanuit de provincie en vanuit het Rijk. Dus er zijn mensen die hebben een status gekregen en die willen dan een woonplek krijgen. Al dan niet tijdelijk. Hè. Dat betekent niet per se dat ze in Noordwijk hoeven te blijven. Vaak is het wel zo hè, dat ze in de
gemeenten blijven waar ze als eerst een woning hebben gekregen. En wat Kok net terecht zei, als gemeenten aan die opgave voldoen om de statushouders onder te brengen, betekent dat dat er 10.000 tot 13.000 plekken vrijkomen in de AZC's. Nou, daar is grote nood. Dus ik denk dat als andere gemeenten, net als wat de meerderheid van de gemeenteraad van Noordwijk nu doet, zegt van goh, we gaan kijken naar mogelijkheden om statushouders vervroegd op te nemen in onze gemeente, om daarmee de druk op de AZC's wat minder te maken, dus die te ontlasten en daarmee plekken vrij te maken, dat een goede ontwikkeling zou zijn. Ja, dat zijn dan oplossingen die bij anderen vandaan moeten komen. Maar de oplossing kan ook in Noordwijk gevonden worden, want er wordt dus ook een landelijk beroep gedaan op gemeentes, zelfs persoonlijk op raadsleden. Wees moedig, wordt er gezegd in dit dossier. Dat is nogal wat als dat landelijk wordt gezegd. Waarom dan maar 17 en niet meer? Want Noordwijk heeft lege hotels, heeft lege kantoren. Nou, 17 is op dit moment extra, hè. Dus het is niet dat we zeg maar niet meer doen dan wat ons op wordt gelegd, maar we kiezen ervoor om iets extra's te doen. En ik vind dat je moet kijken naar de mogelijkheden die een gemeente heeft. En we hebben net al gezegd dat het een ongelooflijk ingewikkeld probleem is, wat allerlei andere zaken met zich meebrengt. En dat om dat beheersbaar, controleerbaar en goed uit te leggen, ook aan de Noordwijkse inwoners te houden, het goed is om dat in kleine stappen te doen. Dus ik zou zeggen, laten we ervoor zorgen dat we die 17 goed kunnen huisvesten. Daar wordt een onderzoek naar gedaan. De onderzoeken, uitkomsten worden ook nog aan de gemeenteraad voorgelegd. En we hebben er ook nog expliciet in meegenomen dat de omgeving ook op de hoogte gebracht moet worden. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zich ook daarbij senang voelen en weten wat er gaat gebeuren. Dus laten we dat in stapjes doen. Als dit een succes wordt en Noordwijk wil dit, nou, dan zijn we in ieder geval een stukje verder. Dan hebben we in ieder geval voor dit jaar al meer gedaan dan dat ons wordt gevraagd. Maar laten we het wel klein en beheersbaar houden voor de gemeente Noordwijk. Ja, een van die vragen dan. In het oorspronkelijke voorstel stond een vraag van, laten we nou met de regio kijken wat er mogelijk is en hoe we elkaar kunnen versterken. Ook dat werd door uw twee partijen werd dat geschrapt. Dat wilt u niet. Maar stel, er komt een oplossing in Lisse of in Noordwijk Raad. Noordwijk Raad is met een concrete oplossing bezig en ze vragen Noordwijk om een bijdrage te leveren. Zegt Noordwijk dan nee? Nou, ik denk dat uiteindelijk er niet nee gezegd gaat worden. Want dit is een proces wat ons natuurlijk iedere keer blijft verrassen. En ik denk dat wij ook met onze gemeenteraad en ook het college en de burgemeester op een gegeven moment natuurlijk ook wel common sense hebben dat we dan even weer verder over gaan nadenken. Want ja, we moeten het wel proberen met elkaar op te lossen, maar het moet ook wel een oplossing zijn waar iedereen ook echt vrede mee kan hebben. Ja, nou, dat was een overleg, er waren niet alle partijen. Vanuit Noordwijk waren er aanwezig bij een overleg dat pas heeft plaatsgevonden. Als er nou zo'n verzoek komt van Noordwijk Raad om mee te betalen of mee te helpen of misschien wel een gebouw op de grens van beide gemeentes, zegt u dan nee? Ik denk dat we naar dat voorstel zouden moeten kijken op dat moment. Dus dat betekent dat je opnieuw de situatie bekijkt en belangen afweegt, want dat doen we nu eenmaal in de gemeenteraad. We wegen de vragen af tegen de belangen van de Noordwijkse inwoners en de Noordwijkse gemeenschap. Dus daar zullen we serieus naar kijken. Wat ik belangrijk vind hier is, er wordt aan ons gevraagd als Noordwijk, wat kunnen jullie doen? Zouden jullie iets extra's kunnen doen? Nou, dat kunnen we. Dat zeggen we hier. Hè. Wij denken dat we iets extra's kunnen doen, maar dan voor statushouders. En belangrijk bij het oplossen van problemen is volgens mij dat je focus houdt en het beheersbaar houdt. En dat is het voorstel. En ik ben blij dat dit voorstel is aangenomen. En ik hoop dat we ook snel de resultaten van het onderzoek kunnen zien, zodat we een beslissing kunnen nemen of we dit inderdaad op deze manier gaan uitvoeren. Ja, u zegt eigenlijk beide van, stel dat er wat uit de regio komt, dan gaan we dat opnieuw bezien. Maar gisteren was de discussie en het verwijt van de oppositiepartijen van, dit voorstel van u beide is niet bedoeld om 17 extra statushouders binnen te halen, maar dit voorstel is bedoeld om ervoor te zorgen dat het niet meer wordt. Wat vond u van dat verwijt? Als interpretatie vanaf de kant van de partijen die het niet met ons eens zijn op dit onderdeel. Zo zit ik er zelf niet in. Nee. Hoe zit u erin? Nou, nogmaals, volgens mij heb ik net uitgelegd hoe we erin zitten. We vinden het belangrijk om focus aan te brengen en om het beheersbaar te houden. En ik denk dat het goed is dat we dus eerst kijken naar die extra 17. En op het moment dat dat is opgelost, kijken naar wat de situatie op dat moment is. En, nou ja, terecht zei mevrouw Brink van Puur Noordwijk dat ook de situatie en de manier waarop het COA en de landelijke regering hierop stuurt, dagelijks verandert. Dus dat we daar eigenlijk maar weinig op kunnen vertrouwen in dit moment van, goh, wat gaat er gebeuren?
En wat we wel weten is als statushouders op ons afkomen. Nou, de gemeente Noordwijk heeft laten zien dat we die op een goede manier een plek kunnen geven in de Noordwijkse samenleving. En dat doen we nu ook, alleen dan wat vervroegd en extra. Ja, want u schrapt allerlei vragen over onderzoek dit. Dus u zegt in feite in het oorspronkelijke voorstel niet, we gaan meer doen. Maar zelfs de vraag of het voorstel om dingen te gaan onderzoeken, daar heeft u door uw voorstel een streep door gezet. Dus als er wel meer mogelijkheden zijn, waarom dan nadrukkelijk onderzoeksvragen schrappen? Je kan toch dingen uitzoeken en dan alsnog ja of nee zeggen? Ja, kijk, op het moment dat je meerdere vragen gaat uitzoeken, betekent dat ook meer tijd. En nogmaals, we denken dat het belangrijk is om met een korte termijn beheersbare oplossing te komen. Daarom hebben we focus aan willen brengen in hetgeen wat het college moet onderzoeken. En dat is wat ons betreft een extra plek voor 17 statushouders eerder dan gepland. Ja, dat is tijdelijke opvang hè, van die 17 statushouders. Dus misschien, we krijgen natuurlijk voor volgend jaar weer een opgave om statushouders. Dus misschien worden die 17 wel in de opgave van volgend jaar meegenomen. En dan heeft Noordwijk niks extra's gedaan. Alleen voorgesorteerd. Nou, zo werkt het niet hoor. Ik bedoel, volgend jaar krijgen we er waarschijnlijk weer 60 toegewezen statushouders. En daar gaan wij dan ook weer gaan aan voldoen. Want dat is gewoon een verplichting die wij als gemeente moeten kunnen waarmaken. En dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Dus waarom volgend jaar ook niet? Nee. Maar die onderzoek, hè, dat wordt geschrapt. De oppositiepartijen zeiden van, er zijn er meerdere partijen die zeiden van VVD, Puur Noordwijk en lijst Salmon Noordwijk willen echt een streep zetten. Die willen gewoon niet meer. Dat was het verwijt aan uw kant. Zegt u nu beide van, dat klopt niet. Als er een verzoek komt, als er een andere gemeente wil praten of in de regio wil praten, dan doen we gewoon mee. Want dat werd gisteravond niet duidelijk. U doet gewoon mee, u staat gewoon open voor andere oplossingen. De vraag is wat betekent meedoen. Op dit moment hebben we ervoor gekozen om dit verder te onderzoeken. Dus dat is de keuze van de gemeente Noordwijk. Praten kan denk ik altijd. De vraag is alleen of die oplossingen die worden geboden ook passen in dat beheersbaar en klein en bij Noordwijk passend oplossingen. Dus kunnen we dat aan, ja of nee? Nou, wij hebben er heel duidelijk voor gekozen. Dit denken we aan te kunnen, want dat hebben we in het verleden ook laten zien. Laten we ons daarop focussen en voorlopig dus andere dingen even niet doen. Ik kan erop aan toevoegen hoor, dat bijvoorbeeld de staatssecretaris die heeft de mogelijkheid om op een gegeven moment naar de gemeente toe te gaan, dus ook naar de gemeente Noordwijk, en aan te geven dat er misschien wel een dringend beroep wordt gedaan. En ja, dan moeten wij dat weer op zijn merites beschouwen. Dus ja, we zijn niet blind voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Alleen voorlopig vinden we dit gewoon een hele goede eerste stap. Er zit een peiling aangekoppeld, hè? Een peiling om te kijken of de draagvlak is bij de inwoners van Noordwijk. Stel die randvoorwaarden, dat is in orde. En uit het draagvlak onder de Noordwijkers blijkt dat die misschien wel meer willen dan 17 asielzoekers. Krijgen we dan ook een nieuwe discussie? Staat u dan open voor, want dat is natuurlijk andersom geredeneerd. Als de Noordwijkers willen dat u meer gaat doen, gaat u dan ook meer doen? Dat nogmaals ligt eraan wat de Noordwijkers daar dan in denken wat meer moet zijn. En zoals terecht de burgemeester ook zei, is het niet alleen maar een warm hart, maar zit er ook een ratio aan het opvang kunnen bieden aan asielzoekers, vluchtelingen of statushouders, want het zijn drie aparte groepen. En opnieuw moeten we daar denk ik wel het algemeen belang van de Noordwijkse samenleving tegen het licht houden. Ja, want het is natuurlijk heel, heel sympathiek wat er ook gisteren werd gezegd en ook heel begrijpelijk. Maar de vluchtelingen die hier naartoe komen, er zitten heel veel getraumatiseerde mensen tussen. Dus daar moet je gewoon, als je ze ergens gewoon een plek gaat geven, dan moet je expertise omheen hebben. En ook veiligheid en noem het allemaal maar op. En dan kan je dat niet gewoon verdelen over 30, 40 locaties in Noordwijk bijvoorbeeld. Zo werkt het gewoon niet. Maar daar had uw partijgenoot mevrouw Brink een oplossing voor in de vorige vergadering. Laten we nou met Katwijk gaan praten. Inmiddels is duidelijk dat Katwijk, waar een enorm groot asielzoekerscentrum staat, dat die de hulp kunnen bieden. Dus als Noordwijk een groter aantal binnenhaalt, dat Katwijk de juiste begeleiding kan bieden. Dus dat is dan toch al opgelost. Ja, was het maar zo eenvoudig. Ik bedoel, ik snap waar je naartoe wil, maar op dit moment gaan we dat gewoon niet doen. Nee, maar nu is er wel gezegd van 17 asielzoekers. Statushouders, moet ik het wel goed zeggen. Wethouder Fles gaat nu de randvoorwaarden samen met de burgemeester onderzoeken. Onder andere de peiling onder die Noordwijkers. Als die randvoorwaarden nou goed ingevuld kunnen worden en uit de peiling van de Noordwijkers blijkt dat Noordwijkers wel meer mensen willen opvangen, wat gaat u dan als gemeenteraad doen? Want u heeft nu toch een redelijke streep gezet of een beperking aangebracht. Wat gaat u dan doen? En dan nog zal moeten blijken of we voor meer mensen een juiste plek kunnen vinden. Ja, dus het is niet alleen maar van, goh, we willen hier honderden mensen opvangen. Je moet je goed bewust zijn van de gevolgen die dat heeft op het moment dat je dat zegt. En je moet ook iets kunnen waarmaken. Dat betekent iets waarmaken naar die mensen toe. En iets waarmaken naar de Noordwijker toe, hè, naar de mensen die eromheen wonen.
Dus het is niet alleen maar zo van ja, wij willen graag warmhartig zijn en heel veel mensen opvangen. Je moet ook heel goed kijken naar, kunnen we die mensen opvangen? En zo ja, hoe en wat betekent dat voor Noordwijk? En die vragen zullen we ons constant blijven stellen, ook als er volgend jaar een nieuw verzoek komt. Ja, nou terug naar mijn beginvraag. Er is een hotel aangeboden. Waarom dan niet een onderzoek of veiligheid, omgeving? Verzin het allemaal maar, want volgend jaar wordt er weer een verzoek gedaan voor meer statushouders binnen te halen in Noordwijk. Waarom dat nu niet onderzoeken of het hotel wel geschikt is? Want dan kan je direct al met meer dan 17 mensen aan de gang. Nou, volgens mij weten we, ik denk dat er in dat hotel op dit moment, zeker als het gaat om zoveel mensen, brandveiligheid iets zou zijn wat echt aan de orde moet komen. Het is niet zo dat volgens mij dat hotel 1-op-1 geschikt is. Dus ook niet dat we daar vanaf morgen mensen zouden kunnen huisvesten of niet. Sterker nog, het staat op de nominatie eigenlijk om geslopen te worden. Precies. Dat is niet voor niks, denk ik. Dus nogmaals, dat idee klinkt leuk. Hetzelfde als het idee van ja, we bouwen de Noordgo-hal om, want die staat nu toch leeg. Dat klinkt allemaal leuk. En dat is ook wel allemaal vanuit de beste bedoelingen. Maar ik denk dat we nogmaals goed moeten overzien wat het betekent om een grote groep mensen op een bepaalde plek te willen huisvesten. Nogmaals, ik denk dat het goed is om bij dit soort problemen in kleine stapjes te kijken en het beheersbaar te houden. En daarom ons voorstel om wel iets extra's te doen, namelijk 17 statushouders. Maar wat geeft dan de doorslag, die 17, om het klein te houden? Of als straks alles onderzocht is en er kan meer, kan het dan ook? Ik zou eerst dit af willen ronden en dan daarna kijken wat er verder nog op tafel komt. Ligt. En bij dit probleem, het is een acuut probleem, is snelheid natuurlijk wel gewenst. Waarom niet direct dan meer onderzoeken? Bijvoorbeeld D66 zei van laat nou ook al wat onderzoeken voor volgend jaar bijvoorbeeld, want daar heb je ook weer wel ruimte nodig. Nou, ik denk dat volgens mij het college daar wel heeft door laten schemeren van goh, als we onderzoek gaan doen naar deze 17, dan nemen we ook wat vrijheid om te kijken naar wat we zouden kunnen doen voor de aantallen van volgend jaar. Dat lijkt me op zich geen verkeerd idee. Daarmee is nog altijd niet gezegd dat elk voorstel zal worden aangenomen door de gemeenteraad. Dus dat we opnieuw alles af moeten wegen. Okay. Gaan we dat afwachten. U heeft het ook nog over Groot Hoogwaak gehad. In Groot Hoogwaak, 2 weken geleden hadden we een presentatie van Groot Hoogwaak zelf. En er is een klankbordgroep met de omwonenden. En het leek een beetje een yippie-ajo-verhaal en alles gaat goed. En nu had u een commissievergadering donderdagavond. Iedereen mag dan aanschuiven, omwonenden. En er blijkt toch wel heel veel weerstand nog te zijn tegen de plannen. Was u net zo verrast als ik, als je dus het verschil ziet tussen die twee vergaderingen? Sommige insprekers die verrasten mij, want ik begreep namelijk van mensen uit de klankbordgroep dat één persoon met name, die zat zelf ook in de klankbordgroep en die had aangegeven dat ze zich helemaal kon vinden in de plannen zoals ze er lagen. En die begon tijdens het inspraakmoment, wat overigens een prima instrument is, want dan kan je horen wat er echt leeft onder de mensen die erbij betrokken zijn. Die begon opeens ja, weer een heel ander verhaal te vertellen en oké, dan wordt die discussie weer heropend, waar op zich niets mis mee is, want het is maar een conceptplan, het moet allemaal nog verder worden doorontwikkeld. Maar daar was ik inderdaad ook wel even verrast over. Ja, behoorlijk wat weerstand. Ik dacht, nou, nu gaat het eindelijk gebeuren, Groot Hoogwaak. Maar zo de vergadering aanhorende donderdagavond, staan ze eigenlijk nog steeds aan het begin. Dat klopt ook. Ik was er niet verrast over, overigens. Bij de start van de klankbordgroep heeft ook iedereen heel duidelijk gezegd van goh, we willen wel meedenken, maar dat betekent nog steeds niet dat we als individu de uitkomst van de klankbordgroep zeg maar ondersteunen. Dus in die zin heeft volgens mij iedereen al een voorbehoud gemaakt. En vind ik het niet gek. Het is een groot project. Het gaat in totaal om zo'n 140 nieuwbouwappartementen. Waarbij er echt wel iets staat te gebeuren. En ik ben het met je eens dat het nog lang niet zover is als dat wij misschien hadden gehoopt dat het zou zijn om een weloverwogen beslissing te nemen. Wordt het dan een discussie, net zoals bij andere bouwplannen, over hoogte, massaliteit, verkeer, dat soort dingen? Ik denk dat dat zeker een rol gaat spelen, maar waar ik me hier ook veel zorgen over maak, is over de financiële haalbaarheid. Enerzijds op het hoogwaakterrein zelf, en anderzijds de consequenties van de sociale woningbouw op het Wandveld en de parkeerplaatsen. Daaronder, hè, want we zullen de grond in moeten gaan. Daar is ongelooflijk veel geld mee gemoeid. En er is op dit moment eigenlijk nog geen financieel plaatje. Hè. We weten niet naar welk bedrag we toewerken. Kijk, dat hoeft wat ons betreft niet op 10.000 euro vastgesteld te worden. Maar het lijkt me wel dat we in de marges van tonnen, want we hebben het wel echt over miljoenen euro's, ook aan gemeenschapsgeld overigens, dat we daar wel een goed gevoel bij moeten hebben en dus onderbouwd moeten zien dat het financieel haalbaar is voordat we een ja geven. Maar goed, daar was ook gisteren ook die avond weer een onderdeel van. Want ze moeten natuurlijk op een gegeven moment wel die stappen maken. Er werd gezegd, breng het nou formeel gewoon in procedure, ja, want ja. De bezwaren hou ik toch.
Nou ja, en daar was ook wel rekening mee gehouden, want het ligt inderdaad gevoelig. En de mensen die eromheen wonen, dat begrijpen we allemaal heel goed, die willen natuurlijk liever niet iets hoogs voor hun neus hebben. Dus ja, de verkeersveiligheid, zijn allemaal hele belangrijke thema's. En ook wat Roberto ook aangeeft met de financiële haalbaarheid. Gisteren zei ook de projectleider dat ze op een gegeven moment, als de volgende stap genomen gaat worden, dat ze dus gaan zoeken naar private partijen die dus gaan zorgen dat er dus middelen komen om te gaan bouwen. Maar dan nog, ja, het is inderdaad een mega project. Maar ook voor de gemeente. Ja, officieel maar in procedure brengen en dan zie je vanzelf wel welke bezwaren het oplevert. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Kijk, we hebben in Noordwijk nu eenmaal afspraken over wanneer we iets in procedure brengen en welke vragen we vooraf stellen. En ik denk dat dat ook voor Hoogwijk geldt. Dat staat los van het feit dat we het ongelooflijk belangrijk vinden om voor ouderen in Noordwijk een mooie plek te regelen. Maar ook voor dit project, en het is echt een groot project, nogmaals 140 nieuwbouwappartementen, dus het is niet niets, is het van belang dat er een architect betrokken wordt, dat we helderheid hebben over hoe hoog, waar de gebouwen nou precies worden ingetekend en ook het financiële plaatje. Of die sociale woningen die Hoogwijk ons nu voorspiegelt, of die inderdaad ook haalbaar zijn. Of dat we op het moment dat we het in procedure hebben gebracht en dus de hoogtes en de vierkante meters helder zijn, blijkt dat dat financieel niet haalbaar is en we dus de droom, laten we zeggen, van ook sociale woningen voor ouderen in Noordwijk voorbij zien gaan. Dus ik denk dat het goed is, net als bij ieder ander project, om een aantal randvoorwaarden goed vooraf helder te hebben voordat je het in procedure brengt. Voordat we depressief naar huis gaan, u heeft het ook nog over vlaggen gehad. Jippie-jajo, Noordwijk krijgt een eigen vlag. Maar zelfs daar wordt een discussie over gehouden, over vlaggen. Ik denk, hoe krijgt het in de politiek voor elkaar? Een vlag, huppakee, maak een vlag en klaar. Noordwijk is een bijzonder dorp, Art. Ja, maar we hadden twee vlaggen, maar we wilden maar één vlag. Nu krijgen we twee vlaggen. Hoe zit het precies? 150 jaar badplaats, die gaan nu een eigen vlag maken. En we krijgen een Noordwijk vlag, maar die wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie. Ik denk, jongens, waar gaat het over? Nou, hetzelfde dacht ik ook. Ik dacht dat niet overigens. Daar zat wel natuurlijk een verhaal achter. De omgevingsvisie. Maar dan maak je van een leuk onderwerp maak je weer zo'n omgevingsvisie onderwerp. Dat was een vlag toch? En die vlag gaat er ook wel komen. Maar er komt ook een vlag vanuit de 150 jaar badplaats. Maar waarom een omgevingsvisie? Waarom moet er een koppeling? Je gaat een vlag maken klaar. Waarom moet dat gekoppeld worden aan een omgevingsvisie? Nou ja, een vlag maken klaar. Ik bedoel, als het goed is gaat die vlag tientallen jaren mee. En willen we proberen in die nieuwe vlag natuurlijk ook ons mogelijkerwijs veranderde imago ook te verwerken in de vlag. Dus niet alleen een leeuw met een raketje op zijn hoofd of zo. Dat soort dingen. Ja, space to be, wie zegt het? Maar goed, dat zijn allemaal dingen die in november in de omgevingsvisie, wanneer die gepresenteerd gaat worden, dan kunnen we die stappen ook gaan maken. Maar een vlag is inderdaad wel een heel mooi ding om te doen. Maar het heeft ook niet direct mijn eerste prioriteit. Daar ben ik ook zelf eerlijk in. Ik vind dit typisch een voorbeeld waarbij de overheid het echt moeilijker maakt dan dat het is. Dat is echt ongelooflijk. Er is een idee vanuit een bewoner van Noordwijk die zegt, volgend jaar bestaan we 150 jaar. Zou dat niet een mooi idee zijn om dan de Noordwijkvlag in ere te herstellen? En dat misschien cadeau te doen aan de Noordwijkers. Als zijnde van, nou, iedereen gebaat bij de 150-jarige badplaats. Precies. Daar neemt de gemeenteraad een besluit over in de vorm van een motie. Wij zeggen van, nou, ga kijken naar de mogelijkheden om een Noordwijkvlag in ere te herstellen. En als dat financieel mogelijk is, die cadeau te doen aan de burgers bij 150 jaar badplaats. En vervolgens krijgen we een beetje vreemd voorstel, denk ik, vanuit het college. Waarbij dus er opeens niet over één Noordwijkvlag wordt gesproken, maar over twee. Eén, omdat die 150 jaar badplaats zou een leuke item zijn. Maar twee, de echte Noordwijkvlag. Nou, daar moeten we nog wel een jaartje mee wachten, want die omgevingsvisie, die gaan ons Noordwijkers een heel nieuw beeld geven over Noordwijk. Nou, ik denk dat dat niet zo zit. Hè. Noordwijk is een hele mooie bloemenbadplaats. Dus we blijven, denk ik, tot in de lengte van jaren, dat hoop ik echt, een kwalitatieve badplaats waar het fantastisch is om te wonen, maar ook om te recreëren. En ik denk dus in die zin dat we de sterke punten van ons huidige imago ook vooral moeten blijven vasthouden. Daarom vinden mensen het volgens mij hier ook leuk om te wonen. En we moeten niet al te ingewikkeld doen over wat een nieuwe omgevingsvisie nou zou betekenen voor een vlag. Nee, ik wilde positief eindigen, maar het is niet helemaal gelukt. Maar toch, we krijgen in ieder geval een vlag. Laten we die conclusie dan betrekken en we gaan zien hoe die eruit ziet. Heren, bedankt voor de komst naar de studio. Dit was het stuur van de Bollensteek Afslag Noordwijk. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.